Hallo allemaal, welkom bij Over Koken Gesproken. Vandaag even de intro in een iets andere setting, want ik sta in de slaapkamer, maar dat moest even vanwege het geluid. We gaan vandaag Italiaanse beenham maken met aardappelpuree en ik ga jullie laten zien wat daarin gaat. En vervolgens laat ik zien hoe ik het klaarmaak. In de Italiaanse beenham gaat in natuurlijk beenham, die heb ik in de aanbieding gehad bij de MNT. Voor aardappelpuree gebruik ik in dit geval 10 aardappels. Die ga ik even schillen, in blokjes snijden en voorkoken. Dan gaan er tomaten in. Ik gebruik een blikje tomatenpuree. Zeker niet vergeten de artisjokkenharten. 2 rode uien in dit geval. 3 teentjes knoflook. 4 wortels. En als smaakmaker parmezaanse kaas. Die ga ik even vers raspen van het blok. Dan ga ik als kruiden gebruiken oregano en wat Italiaanse keukenkruiden. Paprika poeder en peper en zout. En het geheel bak ik in olijfolie. Dus dat wordt het. Ik ga zeg maar de beenham aanbraden in een braadpan. En vervolgens de groentes toevoegen en mee laten smoren. En dat wordt dan een heerlijke soort van groenteprutje. Groentebouillon bij de beenham. En dan kunnen we de aardappelpuree bij eten. Die lekker op smaak is gebracht. Dus dat is hem. Zo, de beenham zit in de pan met een beetje olijfolie en ik heb het aangemaakt met peper en zout. Ik heb hem al even omgekeerd en ik ga zo het vuur laag zetten. Dan gaat de deksel erop en dan kan hij verder gaar stoven. Ondertussen ga ik de aardappels schillen in blokjes snijden en koken. En als dat gekookt is, kan ik er een puree van maken. Daar doe ik dan wat peper en zout bij en wat parmezaanse kaas om op smaak te brengen. En ondertussen heb ik dan mooi in de gelegenheid terwijl de aardappels koken om de groentjes verder te snijden. Dan begin ik met de wortels, want die zijn vrij hard. Die gaan dan als eerste erbij en de tomaat als laatste. En de uien knop ook tussendoor. Zo, zoals jullie kunnen zien heeft de beenham al aardig kleur gekregen. Ik heb hem op de kleinste pit gezet. Die staat nu nog wel hoog, maar die kan straks wat lager. Dan ga ik zo de gesneden en geschilde wortels bij doen. Die heb ik hier klaar liggen. Die gaat er zo bij. Dan kan die meesmoren. Dan gaat de deksel op de pan. En ik heb de aardappels opgezet. Dan gaat zo ook de deksel op. Eigenlijk nu. En die ga ik zonder zout koken. En als ze gaar zijn, dan ga ik de puree afmaken wel met peper en zout. En met wat parmezaanse kaas. Ik doe nu de wortels erbij. Ik kan lekker stoven. En dan ga ik zo wat kruiden toevoegen en dergelijke. Ik ga nu even de knoflook en de ui snijden. En die voeg ik er ook aan toe. Dan kan de deksel erop en dan kan alles lekker stoven. Nou, ik heb de ui en de knoflook ook toegevoegd. Ik heb 2 theelepels paprika poeder toegevoegd. 2 theelepels Italiaanse keukenkruiden en 1 theelepel oregano. Ik ga nu de deksel erop doen nadat ik het door heb geroerd en dan kan het even lekker stoven op een laag pitje. En de aardappels die koken inmiddels, dus dat gaat ook vanzelf goed. Dan kan ik nog even de tomaten snijden. Dan kan ik die zo toevoegen in de tomatenpuree en dan kan ik heerlijk doorsudderen. Ik ben ongeveer 5 minuten verder. Ik heb de tomaten in kwarten gesneden en die weer door de helft gedaan. Dus eigenlijk in achtste stukjes. Die zitten erbij. En ik heb 100 ml water toegevoegd om het lekker te laten sudderen. Dan worden de wortels ook lekker gaar. En de artisjokkenhakken heb ik inmiddels uit laten lekken. Die ga ik straks toevoegen. Moet ik niet te lang erin hebben, want die zijn best wel zacht. Ik wil de smaak goed behouden en ook de bite. En de tomatenpuree kan er ook zo bij. En als de tomatenpuree erbij zit, ga ik even kijken hoe de smaak is. Dan kan ik hem verder op de smaak gaan brengen. De aardappels zijn bijna helemaal gekookt. Dan ga ik die zo even afgieten en ga ik daar puree van maken. En dan kan dit nog een paar minuutjes pruttelen. En dan kunnen we heerlijk eten. Zo, ongeveer 5 minuten verder. De aardappels zijn gaar gekookt. Die ga ik zo tot puree maken. En ik heb inmiddels het blikje tomatenpuree bij de rest gedaan. Ik heb na de 100 ml water geen extra water meer toe hoeven voegen, want het is een mooi prutje geworden. De groentes hoeven niet helemaal moes te zijn, want dat geeft mooi nog een extra, een beetje rustieke smaak zo. Dan kom je tenminste nog wat tegen. Ik ga zo de artisjokkenharten toevoegen, die heb ik even gehalveerd omdat ze erg groot waren. En de beenham mag er zo lekker in rusten. En dan kunnen we zo eten. Dus ik heb, wat ik vergeten was te zeggen, ik heb nog een theelepel bruine bastardsuiker toegevoegd. Daarom is de rode saus ook iets meer bruin geworden. Dat vond ik wel een heel mooi kleurtje. Je kan ook witte toevoegen, maar ik vond hem iets mooier zo. Omdat het echt een rustieke stoofpot is geworden zo. En dat haalt het zuur van de tomatenpuree er een beetje af. En van de tomaat zelf. Dus dat heb ik erbij gedaan. Ik ga nu even de
artichokharten toevoegen. Zo, de artichokharten zitten erin. Ik heb ze gehalveerd. Die roer ik even vluchtig om. En dan kan het eigenlijk wel even staan zo. Samen met de ham. Dan kunnen we zo eten. En ik ga even de puree op smaak brengen. En dan is het klaar. Dus ik doe hier nog even de deksel op. Staat op een laag vuurtje. En dan komt zo de rest. De aardappels heb ik afgegoten. Ik heb wat melk toegevoegd. Een klein beetje echte boter. Olijfolie, peperzout en een flinke dosis versgeraspte parmezaanse kaas. Dat ga ik even tot een mooie puree maken. En dan kunnen we zo lekker eten. Dus tot zo. En zie hier dan het eindresultaat. De Italiaanse beenham met artichokkenharten en aardappelpuree op zijn Italiaans. Heerlijk een paar schijven van de beenham gesneden met de lekkere groentesaus en de Italiaanse puree met parmezaanse kaas. Ik hoop dat jullie het lekker vinden. Mij lijkt het heel lekker. Ik heb het net even geproefd en ik vond het zeer smaakvol. Wil je er meer over weten? Alle ingrediënten zet ik in de beschrijving hier onder de video. En graag tot de volgende video. Dankjewel. Tot ziens.